Een reportage was van Bas Haan. En bij ons rechtsfilosoof Theo Rozier van de Universiteit van Utrecht. Welkom. Kunt u mij het volgende uitleggen? Het is een rare dag vandaag. Het gerechtshof draagt het Openbaar Ministerie op om Wilders te vervolgen. En vandaag ontpoppen de beide officieren zich, zoals Bram Moskowitz zei, als soortgenoot, als advocaten van Geert Wilders. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Heel eenvoudig. De officier van justitie heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dus die moet zelf beoordelen of inderdaad de te lastig gelegde feiten een veroordeling zouden rechtvaardigen. Dus en in dit geval is de officier van justitie tot het oordeel gekomen dat dat blijkbaar niet het geval is. En dan kan hij niet anders dan vrijspraak eisen. En de aanwijzing van het gerechtshof, die overigens een hele sterke veroordeling in zich had tegen Geert Wilders, die wordt dus neergelegd door de officier van justitie. Niet alleen neergelegd, maar ook met argumenten bestreden, zou ik zeggen. Ja, en u herkende die argumenten, begrijp ik? Ja, het is heel lastig. Ik heb natuurlijk heel laat pas het requisitoor kunnen lezen vandaag. Dus het is moeilijk om te zeggen dat ik die argumenten precies... Ja, maar u bent vaak geciteerd in het requisitoor van de officieren van justitie. Ja. Welke wetenschappelijke werken hebben ze aangehaald van u? Mijn proefschrift. En ik denk dat ze dat onder andere hebben willen gebruiken om in ieder geval te laten zien dat uit de ontstaansgeschiedenis van dat artikel, dat je daaruit af kunt leiden dat het niet bedoeld is. Artikel 137d, hè, dat aanzetten tot haatdiscriminatie of geweld, verbiedt dat dat artikel niet bedoeld is om alle vormen van haatzaaien of stemmingmakerij te verbieden. En dat is omdat er ruimte moet zijn voor een publiek debat. Dat was ook bij de totstandkoming van het verdrag ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie al een issue. Vindt u zelf dat deze zaak tegen Geert Wilders thuis hoort in de rechtszaal? Nou, ik kan de overwegingen van het Hof begrijpen dat het iets is wat de wereld bezighoudt, Nederland bezighoudt. En dat het verstandig kan zijn om de rechter daar een beslissing over te laten nemen. Maar ik vind het wel jammer. Ik moet zeggen dat ik op dat punt het wel eens ben met Geert Wilders, dat eigenlijk het maatschappelijk debat dat op zou moeten vangen. En niet in de rechtszaal? Deze zaak hoort niet in de rechtszaal, vindt u? Eigenlijk niet, nee. Kijk. Ja, het ziet er dus nu naar uit dat misschien ook niet meer gaat gebeuren. Hoewel, de officieren kunnen natuurlijk vandaag hun standpunt duidelijk maken. Maar het is de rechter uiteindelijk, de rechters in deze zaak. Ook de rechter maakt uiteraard weer een zelfstandige afweging. En we weten helemaal niet hoe die rechter de argumenten van het Openbaar Ministerie gaat beoordelen. Je hoort vandaag wel, de maatschappelijke druk lijkt wel zo richting vrijspraak te gaan dat rechters bijna niet meer anders kunnen oordelen. Iedereen wil kennelijk af van dit proces. Ziet u nog een mogelijkheid dat op 5 november, als die het vonnis verwacht wordt van de rechtbank, dat er toch nog een strafvervolging uitkomt? Ja, die mogelijkheid is er altijd. Ik bedoel, er zijn al eerder veroordelingen geweest voor uitlatingen die misschien wel enigszins lijken op de uitlatingen waar Wilders nu voor vervolgd wordt. Dus die mogelijkheid is er altijd. Ik zou het wel betreuren als hij veroordeeld zou worden, want ik denk dat mensen het recht hebben om hun grieven en hun onvrede over wat er in de samenleving gebeurt tot uiting te brengen. En we hebben zoveel mogelijkheden om ons daartegen te weren door brieven te schrijven en pamfletten te schrijven en onze mening te verkondigen. We moeten ook een beetje op de vrijheid kunnen vertrouwen. Ja, uw punt is duidelijk. Laten we ook even teruggaan naar het interview dat Marielle Tweebeke gisteren had met Geert Wilders, waarin hij zich uitliet over een mogelijke veroordeling. Kijkt u even mee. Als ik niet zou worden vrijgesproken, dan hebben denk ik miljoenen mensen in Nederland terecht geen vertrouwen meer in de rechterlijke macht in Nederland. En ik hoop dat dat niet gebeurt, want ik kan die mensen dan niet meer ongelijk geven als ze een bel zetten aan de wortel van wat toch iets heel belangrijks is in Nederland is een onafhankelijke rechter die op een onafhankelijke, onbevooroordeelde manier recht spreekt. Dus ik hoop dat dat goed komt. Meneer Rozier, u hoort het Wilders zeggen. Wat vond u van deze uitlating? Het klinkt bijna als de uitlating van de man die de weg kwijt is. Een waanzinnige. Waarom? Omdat wat er nu gebeurt is, er wordt een oordeel gevraagd aan een rechter. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat die rechter een politiek proces aan het voeren is, zoals Wilders nu hier ook eigenlijk alweer suggereert. Ja, Wilders' stelling is, als de rechter mij veroordeelt, is het een niet een onafhankelijke rechtbank. En dan begrijp ik dat miljoenen mensen de bel zetten aan de wortels van de rechterlijke macht. Ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. Volgens mij moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen.
Het is, je vergoelijkt daarmee als het ware dat mensen nare dingen gaan doen. Ja. Daar klinkt het een beetje naar. U bent, u doseert aan universiteiten in Utrecht en Amsterdam. Daar krijgt u natuurlijk te maken met studenten die het moslimgeloof aanhangen, de islam. Ja. Welke problemen hebben zij op dit moment met dit proces of met Geert Wilders? Nou, op begrijpelijke wijze hebben zij ergeren zich natuurlijk enorm aan de opmerkingen die Wilders maakt. Het is gewoon vervelend om de hele tijd in een hoek gezet te worden. En het is ook vervelend als er geen ruimte wordt gemaakt voor de grote meerderheid van moslims die duidelijk wel normaal blijkbaar kan functioneren in Nederland. Hè? Zoals al die studenten van mij op die universiteit. Ja, maar waarom horen we niets van die studenten dan in kranten? Dat is een goede vraag. Nou, geeft u het antwoord dan maar eens. Ik heb geen idee. Dat is inderdaad jammer. Ik had meer vlammende betogen willen zien in pamfletten en in ingezonden stukken in de krant, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de islam niet noodzakelijkerwijs zo is als Wilders het zegt. En dat het ook mogelijk is om een onderscheid te maken tussen gematigde islam en niet gematigde islam. Maar inderdaad, dat ontbreekt er een beetje aan. Dat is jammer. Het debat is nog niet op dat gebied gevoerd. Nee, dat zou meer... Nou ja, ik heb het vaak heel druk met mijn werk, dus ik lees ook niet alle kranten. Maar mijn indruk is dat het wel wat pittiger gevoerd zou mogen worden, dat debat. Oké, daar wachten we dan op. Dank.